Ja, we vieren vandaag dat de heemkundekring Groesbeek 50 jaar bestaat, sinds 1973. En nou ja, je ziet het, een volle zaal, ontzettend veel opkomst, mensen uit het dorp, zusterverenigingen. Dus het is echt feest. Het jubileumfeest in de Mallemolen staat ook in het teken van de postume uitgave van het boek Groesbeek Stekkenberg, het domein der bezembinders. Geschreven door voormalig voorzitter Gerry Driessen. Nou, de voormalige voorzitter, in dit dorp heel bekend, maar ook eigenlijk daarbuiten. Hij had een hotelcafé. En als zodanig was hij echt een bekende herbergier, zeg maar. Heel veel gasten had hij. En hij was een vervoed verzamelaar van ansichtkaarten, van oude foto's en zo. En heeft, bijna inderdaad ruim 20 boeken op zijn naam staan. Met heel veel illustraties, heel veel beeldmateriaal van Groesbeek, allemaal verzameld. En hij is ook de oprichter geweest van de heemkundekring in 1973. Maar ja, hij is helaas vorig jaar in 2022 overleden en ik ben zijn opvolger geworden. Ja, dat is echt een ontzettend bijzonder boek wat verschenen is. Het gaat over de bezembinders en de bezembinderscultuur op de Stekkenberg en in de Bruuk in Groesbeek. Fantastisch mooi boek met foto's die soms al meer dan 130 jaar oud zijn. Heel bijzonder ook aangevuld met verhalen en artikelen, ook al heel lang geleden, die een beeld geven van een stuk leven wat echt al echt voor goed verdwenen is. En wat heel bijzonder is, dat het is vastgelegd en nu eigenlijk ook voor heel Groesbeek inzichtelijk. Heel bijzonder. De Heemkundekring is een documentatiecentrum en houdt zich druk bezig met het digitaliseren van materiaal. Waaronder veel zwart-wit foto's. Ja, eigenlijk is het een, je zou zo kunnen zeggen, bijna hebben al die plaatsen, Millingen, we zitten in de gemeente Bergendal, bijna hebben al die kernen hebben hun eigen historische verenigingen. En dat betekent, die dragen allemaal hun steentje bij, kennen hun eigen bijzonderheden. En wat een goede zaak is, bijvoorbeeld met die digitalisering, is dat nou tegenwoordig, dat wat echt in het erfgoednet gebeurt dan, dat is dus niet alleen Groesbeek, maar dat is echt een samenwerking van Groesbeek, Millingen, Bergendal zelf. Het dorp Bergendal en Leut, Kekerdom, noem maar op. Dus je ziet langzamerhand dat elk dorp of kern heeft zijn eigen heemkundige club. Maar de samenwerking neemt toe en dat is natuurlijk een goede zaak. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan een speciale gast. De kleinzoon van Gerry Driessen. Ja, wel bijzonder. Had ik niet verwacht. Ik dacht van, ik kom hier vooral voor een beetje het eer betonen en zo. En het meemaken van de afsluiting. Maar vereerd dat mocht. Dat hij hier dan helaas niet bij kan zijn. Maar voor de rest, mooie afsluiter op die manier. Dus ja, ik ben er blij mee.